Dirk, Lucas, ja, Ben Riestra sprak ik hiervoor even. Die was vrij kort van stof. In één woord ja, een teleurstellende wedstrijd en een teleurstellend eindresultaat. Ik ben het met hem eens. Ja. Terwijl je wel, dat was het lichtpuntje, een leuke goal maakt. Ja, ja. Nou ja, we scoren en het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Nee, maar ik wil het toch even over die goal hebben, want je bent er natuurlijk het hele seizoen bij dit soort situaties vaak bij betrokken. Het was in de competitie nog niet gelukt, hè, volgens mij. Nee, dat niet. Europa League heb ik er volgens mij 2 gemaakt en in de competitie niet. Dus ik ben blij met die goal. En die leek jullie de goede kant op te wijzen? Ja, zoals ik zeg, we scoren, komen 1-0 voor en dan hebben we nog 6, 7 minuten te spelen. We spelen niet goed, maar als je naar 1-0 voorkomt, dan moet je het vasthouden, moet je duels winnen. En ja, we verloren duels, het was gewoon niet goed, het was slap vandaag. En als die marge dan maar 1 treffer is, dan weet je dat die aan de andere kant een keer verkeerd kan vallen? Ja, zeker. En dit gebeurt ons wel vaker. Dat we dan 1-1 spelen gelijk of we verliezen hem. En, ja, vandaag was het gewoon niet goed genoeg. Ja, want je kan niet zeggen dat het onverdiend is dat Sparta een punt kon halen? Nee, zeker niet. Het is zeker niet onverdiend. Nee. Maar hou je dan toch nog een beetje voldoening uit die treffer die je maakt? Of zeg je van nou totaal niet? Nee, het was lekkerder geweest als we 3 punten hadden. En dan kan je genieten van je goal. Want vorige week pak je wel de 3 punten, nu 1. Je wil goed starten, hè, na de winterstop. Ja, tuurlijk. Je wil een reeks neerzetten, je wil alles winnen. En dan is het zonde dat je vandaag zo speelt en dat je gelijk speelt. Onnodig en niet goed. Precies, ja.